te spelen. Ja. En we moeten iets doen aan studentenhuisvesting en arbeidsmigrantenhuisvesting. Want? Die laatste groep die drukt te veel op die woningen? Uh... Nou, dat is allemaal en, en, en. Ja. En uh, de, we hebben een tekort, dus dan moet je aan alle kanten uh, gaan trekken. Ja, het kabinet is natuurlijk ook op gevallen op migratie, dat ging dan vooral ja. over asiel. Maar u zegt, ja. als ik u zo hoor, dan is de BBB voor een behoorlijke inperking van het aantal migranten dat naar Nederland komt. Ja, wij zullen daar iets mee moeten, want het is op dit moment niet draagbaar uh, Wat voor is dat de maatschappij. Iets? Wat is dat? Wat wilt u daarmee? Nou ja, we hebben al uh, aangegeven dat op het gebied van asiel wij echt naar een quotum toe moeten van 15.000 per jaar. Ja. Uh, er worden komen 100.000 uh, internationale studenten uh, ieder jaar naar Nederland. Ja, of dat uh, ergens gehalveerd zou moeten worden. We moeten wel goed kijken naar het, uh, het verdienmodel ook van, uh, van de hogescholen. Uh, want die kunnen niet helemaal zonder internationale studenten. Nee, 40% is het geloof ik inmiddels, hè? dat is behoorlijk ja, wat. Ja. ja, maar wij moeten echt gaan kijken... van welke internationale studenten voegen echt wat toe ja. aan Nederland... aan de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving. En een student filosofie uit Guatemala hier naartoe halen... weet ik niet of dat wat toevoegt. En qua asielzoekers, want daar was laatst natuurlijk wel... Uh, uw partijleider Caroline <coughs> van der Plas viel een beetje uit... in een commissiedebat uh, naar andere partijen op rechts... van, het gaat hier wel om mensen. He, dat, en, ja, dus... dit is natuurlijk een totaal gepolariseerd debat... waarbij ja. geschetst wordt, uh, als je tegen asielzoekers bent... dan wil je daarmee zogenaamd zeggen... dat je iedereen wil laten verdrinken op, op de ja. Middellandse Zee. En als je voor asielzoekers... Bent, dan doet men net of je uh, zegt, van, kom maar met miljoenen per dag hier naartoe. Maar de middenweg is dus een kwotum 15.000. Maar ja. nummer 15.001 mag dan niet komen? En zo staat het ook niet in onze aanpak. Er staat oh. dat er, als er hele bijzondere omstandigheden zijn... dat het natuurlijk niet om één of twee gaat, maar dat het erom gaat... Is dat je met elkaar uitrekent en bepaalt op ieder moment wat is draag, draagbaar en wat is uh, humaan uh, mogelijk om mensen op te vangen. Ja, dit is wel een onderwerp waarop u behoorlijk verschilt wel van Pieter Omzicht, volgens mij. Dat denk ik. Ja, die sluit op dit onderwerp ook samenwerking met de PVV uit. Ja. Doet BBB dat wel? Wij hebben zolang BBB bestaat, hebben wij uh, al duidelijk uh, gemaakt dat wij geen enkele partijen uitsluiten, omdat wij uh, geen kiezers uit willen sluiten. Nee. Wat niet betekent is dat je met sommige partijen inhoudelijk heel moeilijk tot een vergelijk zullen, zullen, zult kunnen komen in een coalitie. Over welke partij heeft u het dan? Nou, ik denk dat we met de Partij voor de Dieren meestal toch wel uh, <laughs> ja, dat goed gesprekken hebben. Misschien ook eens een gezien nieuwe achtergrond voor de vleesindustrie, toch? Ja. <laughs> nou, nou ja. Nou, Sommige partijen, dan dan daar ben je gewoon mee, eh, kom je tot de overeenstemming dat je het niet met elkaar eens bent en ook nooit zult worden. Nee, nee dus die samenwerking, u sluit niemand uit. Dus een samenwerking PVV of Forum, dat, dat zou in theorie nog kunnen. Wordt wel heel die ja. kans de heel klein natuurlijk als andere partijen hen uitgesloten hebben. Maar. Je zegt het. Ja, oké. Okay. He, weet u uw eigen plek op de lijst al? Heeft u, is dat, nee, bent bent nee. u de nummer twee? Want ik wilde u eigenlijk zo aankondigen, maar dat klopt dan niet, hè?